En dan beginnen we met het meest ingewikkelde onderdeel van de ENGZ. En dat is de camera. En dat is de JVC GI-HM 150. En zoals je ziet is het maar een kleine camera. Maar het is wel een hele professionele camera. Een camera die over de hele wereld gebruikt wordt voor nieuws verzamelen. Nieuws is overal en altijd. En altijd op de meest ongelukkige en vreemde plaatsen. Dan is het uiterst makkelijk als je dat kan doen met zo'n kleine camera. Een ander voordeel is dat de computerbestanden die van deze camera komen perfect uitwisselbaar zijn met alle grote montagecomputers. Laten we de camera eerst eens even algemeen bekijken. Zoals je kunt zien is het een camera met een externe microfoon. Er zit ook een interne microfoon aan, maar die gebruiken we eigenlijk niet. Want waarom zou je zo'n kleintje gebruiken als je zo'n professionele er buitenal aan hebt hangen? Het is een eenhands bediende camera. Je kunt alles doen met één hand, met je wijsvinger en je middelvinger en met je duim en je bedient alles in één keer. Een heel belangrijk onderdeel is een heel klein knopje. Dat vind je hier en dat is de Full Auto knop. Ik kan jullie natuurlijk niet gaan leren hoe je professioneel cameraman wordt. De beginopleiding duurt 4 jaar. En pas na een jaar of 3 ben je beter dan deze camera. Althans, op bepaalde delen. Dan is het nog zeer twijfelachtig of je het elke keer voor elkaar krijgt. Ik adviseer dus jullie ook, gebruik die Full Auto knop altijd. Maar ja, wij beginnen net en hij is echt goed. Tot een paar jaar geleden hadden alle camera's tapes. Dat was erg onhandig bij het monteren, want dan moest je elke keer van voor naar achteren spoelen. Er kwam nooit een eind aan. Tegenwoordig hebben we SD-kaarten. En hier zitten 2 SD-kaarten in, die achter elkaar doorgaan met opname, merk je niks van. 2 keer 32 gigabyte, 2 keer 112 minuten opnametijd. Nou, dat moet altijd genoeg zijn voor een filmpje van 12 tot 8 minuten. Ja, en dan komen we bij, hoe werkt zo'n camera nou eigenlijk? Nou, om te beginnen, heel belangrijk, is je batterij en je batterij opladen. Zorg ervoor dat je batterij altijd opgeladen is. Het is heel simpel. Aan de achterkant kan je hem er zo in klikken. En je hoort hem al, klik. En dan zit hij vast. Oké, de batterij zit erin. Dan kunnen we beginnen. Het is echt een ultra simpele camera. Met deze knop zet je hem aan. Hij staat op off. Nou, mag duidelijk zijn, dat is niet goed. 1 klikje en je voelt hem gelijk aanspringen, de camera. En dan kan je filmen. Vroeger keek je dan door je viewfinder. Maar dat is niet meer nodig, want tegenwoordig zit er ook aan de zijkant een beeldscherm. En dan kun je perfect filmen. Alleen zie je dan, is geen beeld. Je lens is beschermd en met 1 klikje hier vooraan kun je hem open en dicht doen. En je kunt filmen. Zoals bij elke camera of fototoestel kun je zoomen met 1 knop. Dat was die vingers die ik aangaf. Met je wijsvinger en je middelvinger kun je inzoomen en uitzoomen. En tegelijk bij je duim, waar ook de aan- en uitknop zat, zit je rec-knop. Je opneemknop. 1 druk op de knop en je gaat opnemen. Alles wat je doet is terug te zien op de viewfinder. Daar vind je je geluidsterkte, slaat je geluid in het rood uit. Dat gaan we straks nog behandelen in het filmpje over geluid. Hoeveel batterij heb je nog, moet je opschieten. Hoeveel tijd heb je nog om op te nemen. Alles kun je terugvinden op je beeldscherm. En als je dan wat opgenomen hebt, dan wil je natuurlijk ook weten, is het gelukt? Dan ga je weer naar de andere kant van de camera. Je aan- en uitknop zit nog een derde stand op. Als je hem helemaal naar boven klikt, kun je op je viewfinder, je beeldscherm, terugkijken wat je beelden waren. Kun je op je viewfinder, je beeldscherm, terugkijken wat je beelden waren. Ik kan me voorstellen dat je ook wil weten hoe je geluid is. Nou, hier aan de voorkant zit een klepje en daaronder zit een mini jack ingang waar je ook je koptelefoon op kunt aansluiten. En dan nog even over die zoom.
Een beginnersfout is dat die zoom, het in- en uitzoomen op je onderwerp, heel veel gebruikt wordt. Doe dat niet. Hoe vaak gebeurt het dat je naar iets kijkt en zo doet? Dat gebeurt niet. Dus, als je hem gebruikt, gebruik dan om iets dichterbij te bekijken. Je maakt van iemand zo'n plaatje en zoomt in om zo'n plaatje te maken. Maar ga niet de hele tijd in- en uitzoomen. Want dan word je kijken gek. Aan het begin had ik het al even over die full auto knop. Die is echt heel belangrijk en kan je redden bij al je opnames. Maar zoals bij elke regel is er altijd een uitzondering. Stel je voor, je bent een interview aan het maken. Dan wil je natuurlijk dat niet de hele tijd die camera gaat zoeken naar je scherptediepte. Van, stel ik nu scherp op diegene die we interviewen of stel ik scherp op de achtergrond? Op dat moment ga je naar je onderwerp. Je zoomt met je zoomknop helemaal in op je onderwerp. En dan zit er hier aan de voorkant een knopje waarop staat AF-MF, autofocus en manual focus. Als je dat knopje op het moment dat je ingezoomd bent en scherp staat op degene die je wil interviewen en je drukt dat knopje in, dan blijft hij precies scherp staan op jouw onderwerp. Dan zoom je weer uit tot je een leuk plaatje hebt en denkt, oké, dit is mijn plaatje. Dat is de uitzondering. Maar voor de rest niet te veel aan de knopjes rommelen. Oké, ik heb nu een algemene indruk gegeven over de camera. Wat je nu het beste kunt doen, is die camera uit die kist halen. Neem hem in je handen, bekijk hem eens goed. Zet hem aan, zoom een beetje, neem wat op, kijk wat terug. Interview een klasgenoot en ga dan pas echt aan de gang. Maar kijk eerst nog even de andere filmpjes.